Hi, mijn naam is Paul en welkom bij deze training en kennismaking met yoga. En een van de doelstellingen van yoga is het uh, tot rust brengen van je geest. Om onder alle situaties rustig en kalm te kunnen blijven en het juiste te kunnen doen en te kunnen presteren. En daarvoor zijn er ook de asana's, de houdingen in de yoga die soms heel ingewikkeld zijn. En die niet uitgevoerd kunnen worden met een onrustige geest. Als jij op je handen staat of, uh, of op je kop, dan moet je je focus erbij houden. Dat is een van de dingen die je in yoga heel goed leert. Contact met het lichaam, bewustzijn met het lichaam, bewustwording van je spieren, van je pezen, van wat je lichaam kan, waar de grenzen zijn. Die grenzen opzoeken. En net als in iets, iedere andere sport. Geldt het bij yoga ook dat je een heleboel basisdingen moet doen voordat je tot uh, ingewikkelder of moeilijker of tot je top kunt komen? Ja, met voetbal heb je het nodig dat je heel vaak een balletje kunt tikken voordat je hem wat verder kunt tikken en een lange bal kunt geven. En ook die moet je weer vaker herhalen om hem erin te laten slijten. En dat geldt bij iedere andere sport ook zo, of dat nou tennis is, of golf, of turnen. Dit is yoga en dit. Uh, uh, kan jou helpen in jouw sport? Het is niet zo dat ik alleen yoga doe. Ik ren ook hard en ik voetbal en ik doe aan, uh, aan fitness. En ik geloof dat je meerdere sporten uh, uh, elkaar kunnen versterken. Dat je de kwaliteiten in je lichaam in opbouwt, waardoor je die kwaliteiten in andere sporten weer uh, kunt toepassen. Ik geloof in de veelzijdigheid en in de kracht. Ik wens je veel succes.